powerful tooch. Onze verdediger lag hier aan de linkerkant. Ja, wat is dat? Niet zo'n handjes dan vervolgens, maar ja, dat is dan maar een verschil van opvatting. De eerste riante mogelijkheid. Marcos komt daar. En Spelbos denkt dat het wel goed aflopen. Een weinig spektakel tot dusver. Met God. Wijnstekers. Schoenhaker. En Arconada. Als je er maar om vraagt, dan komt er tenminste toch iets. Inzwaaiend naar die eerste paal. Nee, dat niet. Naar Maceda, ja. En een nieuwe kans. Dat was Schoenhaker die daar een kort had. En een beetje stijf zetten, legt daar toch die bal op de stip. Schoenhaker zag je ook al te rondkijken. Kijk daar. Cordillo. Goed, Carrasco. Goeie beweging en goed aan de kant. Zeg ik dat? Ja, dat kon niet anders. Het begin daar bij het uitspelen, dacht ik, van Kroon. En dan pakt fietscijfers Carrasco. En dan komt de bal op de stip. Ja, daar gaat het Nederlands zelf afpakken voor het einde van de eerste helft aan de achterstand. Schrijven zal hij niet bij de been blijven of wel? Hij heeft een reputatie wel, dat hij redelijk goed weet waar hij heen moet. Dit is een nieuwe man. Hij gaat en hij gaat verkeerd. Spanje komt op 1-0 voor door Senior. En het is logisch wanneer de slotfase van die eerste helft ziet. Zwerverschot. Senior. Geeft hem daar. Bos. Wijnstekers. Van Schot, ja. Opgetrokken en lastig genoeg voor Arconada. De beste mogelijkheid voor het Nederlands elftal in deze wedstrijd. En Nederlands elftal dat toch enigszins terugkeert in dit duel, weer wat kansen krijgt. Hier herhaling dat schot van Ben Wijnstekers. Via Camacho. Virgilio. Het is wel leuk voor het publiek, ongevaarlijk voor schrijvers. Carrasco, Marcos. De redding van Wijnstekers. Een van de weinige die compleet een goede interland aflevert. Ook met overtuiging. Maar hier ook gepasseerd wordt door de Sarabia. Dat is de schrijvers. Camacho. En dan is het echt over. De wedstrijd is gedaan. Nederland verliest met 1-0 in deze voorrondewedstrijd van het Europees kampioenschap voor landenproeven in Sevilla. Spanje heeft tot dusver de beste reeks in die groep. Nederland imponeerde bepaald niet.